Ben je ooit in een Ronald McDonald huis geweest? Nee? Kom binnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Gezellig een kopje thee. Ja. Hoi, ben Arno. En hoe lang staan jullie hier al zo'n ochtends? Nou, nog niet zo lang. Maar, hoeveel weken? Vijf weken. Vijf weken wordt er hier ontbeten? Ja. Ja, klinkt niet zo lang, maar het is toch best wel lang. Het voelt natuurlijk heel erg lang. Ja. 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 Je wordt geleefd met de tijd. Hè? Want, de tijd gaat best snel, maar ja, als je terugkijkt is het toch vijf weken. Ja. Dat is best lang. Renate en Arnold zijn na de geboorte van hun tweede zoon Timo in het Ronald McDonald huis terechtgekomen. De baby was groot en tijdens de bevalling ging het mis. Timo is meteen na de geboorte overgebracht naar het VU ziekenhuis in Amsterdam. Omdat zijn nieren en lever niet werkten, moest hij meteen worden gedialyseerd. Het is fout gegaan tijdens de bevalling. Hij is met zijn schouders klem komen te zitten in mijn bekken. En daardoor heeft hij 13 minuten vastgezeten en heeft daardoor zuurstoftekort gehad. Hij woog 52,95 gram en 57 centimeter. En ja, de artsen wisten eigenlijk wel dat het een heel groot kind zou worden. Maar dat is maatje 68? Ja, gewoon voor een baby van een half jaar. Dat is niet te geloven zo groot. Nee. Nee, met mannenmacht hebben ze dat gedaan, met geweld eigenlijk. Oh. Ja, dat is heel heftig gegaan. Ja. En hoe werkt het verder met koken en zo? Er zijn vier kookruimtes. En dan kun je gewoon gebruik van maken als er plek is. Dus het is helemaal zoals thuis. Je ruimt je eigen spullen op en... Ja. Het enige wat we niet hoeven te doen is de vaatwasser uitruimen. Dat doen de vrijwilligers voor ons. Kijk. En die houden hier alles schoon. En dat is gewoon perfect. Dan hoef je daar niet meer aan te denken. Dan kan jij je bezighouden met je kind. Heel goed. Op nummer 317. Ja, 317. Jullie huisnummer. Kijk, ja, dit is... Huisnummer, ja. Ja, dit is eigenlijk een beetje jullie eigen slaapkamer. Ja. Voel je het thuis? Ja. Ja, absoluut. Ik voel me hier ook echt veilig. Ja, dat vind ik ook heel belangrijk. En waar komt dat dan door? Ik weet niet, door de sfeer die hier hangt. Ja. He, de vrijwilligers die hebben gewoon echt belangstelling voor je. Ook voor je verhaal, waarom je hier bent. En dat geeft je ook een heel goed gevoel. Het liefst wil je natuurlijk gewoon naar huis. Ben je dan nooit eens pisjagrijnig of woedend dat je hier zit? Natuurlijk. Ja, dat had ik vorige week nog. Dat ik even echt helemaal erheen zat hoor. En ik denk, ik wil hem meenemen naar huis en ik ben het helemaal zat. Wat doe je dan? Huilen. Dan ga je hier op de kamer staan. Ja, of zelfs beneden, of niet? Dat kan ook. Beneden? Er zijn vast meer ouders die dat hebben. Ja. Ja, zeker als je goed met elkaar in gesprek bent, dan komen de gevoelens wel boven. Ja. Ja, en dan deel je dat weer met elkaar. En op een gegeven moment ga je weer naar boven en denk ik, ik ben niet alleen. Ja. Want we zitten hier met z'n allen voor één ding, want je kind ligt in het ziekenhuis. Inmiddels gaat het stukken beter met Timo. Behalve de neuszonde ligt hij helemaal los van alle slangetjes en apparaten. Kijk nou. Hallo. Hier is onze viking. Hij heeft honger. Of lijkt er maar. Dat klopt, hij krijgt zo meteen eten. Ja, waar is die fles nou? Ja, dan kunnen ze zeggen dat hij groot is. Ik vind een ukkie. Wat een schatje. Hey. Dit is toch ook heel leuk. Dat vindt jullie oudste zoon waarschijnlijk ook heel leuk. Ja, dat dacht ik ook. Maar dit is niet voor de kinderen die in het ziekenhuis liggen. Wie speelt hier? De broertjes en de zusjes. En Jari, onze zoon, andere zoon, die vermaakt zich prima hier al. Ja? Ja. En dit is nu ook nieuw. Dit? Ja. Dus die komt hier echt om te spelen eigenlijk. Ja, hij voelt zich echt thuis hier. In het Ronald McDonald huis is alles zoveel mogelijk zoals thuis. Je kan er zelf koken, de was doen en ook heel fijn. In de speciale internethoek hou je contact met de buitenwereld. Ja, want je moet natuurlijk ook met veel tijd van de dag kwijt aan het de hoogte houden van je vrienden, of niet? Ja. Ja, gewoon eventjes de buitenwereld, hoe staat het daarvoor? En je krijgt ook reacties, hè? Want hij schrijft elke dag een blog, een verhaaltje hoe het met Timo gaat. Oh ja? Fotootjes erbij en er wordt op gereageerd en dat doet ons gewoon ontzettend goed. Vanaf het Ronald McDonald huis is het ongeveer 3 minuten lopen naar de kinderafdeling.
Arnold is ondertussen weer aan het werk, maar hij komt zo vaak als mogelijk naar Timo. Renate woont nog permanent in het huis en ze gaat een paar keer per dag naar haar zoontje. In het begin ging ik dan met de rolstoel, werd ik geduwd. En nu kan ik zelf gewoon heen lopen. En hoe vaak doe je dat per dag? Ik ga 2 keer heen, 's morgens en 's middags. Want tussenmiddag kom ik hier weer terug, ga ik even een broodje eten. En dan ga ik even liggen en dan ga ik weer heen. Ja. En wassen tussendoor. Want ja, hij maakt wel kleertjes vies. Ja, maar toch ook wel weer fijn dat je zelf een was doet, toch? Babywas, ja. Dat is geweldig om te doen. Het is echt een schatje. Ja. Ja, en dan mag hij dadelijk mee naar huis. Spannend. Ja. Ja. Het zal wel heel vreemd zijn. Dan moet je er echt 's nachts uit. Ja, want dat hoeft nu niet. Dat is het enige voordeel. Dat is voor nu dan, inderdaad. Het zal wel even wennen zijn. Nou, heel veel geluk. Dankjewel. Graag gedaan. En over een tijdje dan rent hij gewoon rond. Dat denk ik. Zullen we afspreken? Ja. Daar gaan we nog naar. Succes, hè. Dankjewel. Dankjewel. Hey, doeg. Doeg.